Vanaf begin juli voert de politie extra controles uit op de kruisingen van de Menesweg met de Kievietlaan en de Spreeuwenlaan in Schagen. Omdat de kruisingen volgens de politie in de top 10 staan van locaties in Noord-Holland waar de meeste ongelukken gebeuren. Bij de controles wordt er gekeken of weggebruikers daadwerkelijk stilstaan bij de stopstreep. Nou, we hebben iets van 10 controles uitgevoerd en iets van 30 bekeuringen uitgereikt. En in het begin hebben we gewaarschuwd. Nou, dat werd positief opgevangen. En we merken ook al dat het beeld wat beter wordt met betrekking tot de overtredingen. Er wordt meer gestopt, er wordt beter op gelet. Dus dat werkt wel. Maar het is de mindset van de burger om te stoppen bij de stopstreep. Ja, ze letten beter op omdat ze weten dat het in de media is geweest, dat wij erop controleren en dat ze ons hier hebben zien staan. Dus dat is een gedachteverandering die te goede komt voor de verkeersveiligheid, denk ik. Maar wat maakt de kruispunten nou zo gevaarlijk? De intensiteit van het verkeer. Veel woon-werkverkeer, bevoorrading voor de FOMAR hier. Scholieren die naar school af en aan fietsen. Strandgangers die naar de kust gaan of naar de stad. Dat maakt deze weg druk. En tegenwoordig dat heel veel fietsers harder gaan als de toegestaande snelheid. Of 25. En dat de automobilist dat niet verwacht. En wat kunnen de weggebruikers verwachten als ze niet stilstaan bij de stopstreep? €120. Ja, dat is de sanctiebedrag. Dat is een heel hoog bedrag. Nou, ik zag je net iemand een waarschuwing geven. Waarom gaf je die een waarschuwing in plaats van dat je me een bekeuring gaf? Nou, ik denk dat het goede gesprek beter helpt als een bekeuring. En deze meneer stopte niet geheel, maar stond bijna stil. En hij denkt erover na. Ik denk dat zijn gedragsverandering beter tot z'n recht komt als dat hij een bekeuring krijgt. Hoe zouden de kruisingen veiliger gemaakt kunnen worden volgens de politie? Ik zou misschien denken nog een extra drempel ervoor of nog een extra bord die knippert of het signaal geeft van dat hier echt gestopt dient te worden. Ja, jullie hebben deze maand nou extra veel gecontroleerd. Blijven jullie dat ook doen? Als blijkt uit registraties voor de verkeersveiligheid dat het onveilig blijft, dan blijven we dat doen. Maar wel in overleg met de wegbeheerder.